Wij opteren voor een de Klaverhal op de locatie bij Haasbroek, wat in plan staat. Maar daarnaast willen we op de huidige locatie van de Klaverhal een gymzaal voor de school en SGZ. En daaromheen woningen, doorstroomwoningen voor degene die vanuit een groter huis wat kleiner willen gaan wonen. Of misschien vanuit een wat kleiner huis iets groter willen gaan wonen. En hoe gaat de gemeente dat betalen? Want dan kunnen ze de grond niet verkopen, want dan gaan ze de gymzaal neerzetten. Nou ja, dat valt er maar te bezien. Er werd een bedrag genoemd van 5 ton door de portefeuillehouder. Wij denken dat er een groot aantal woningen gebouwd kunnen worden. En daar zal ongetwijfeld een opbrengst uitkomen. Maar hoe dat helemaal uitpakt, dat zal eens uitgerekend moeten worden.